Je wordt teruggegaan. Ik vraag me soms af als ik zelf onderzoek doe en er zijn bepaalde situaties die voorbij komen van waar ik niet op reageer, van is dat dan mijn ego die aangeeft van angst om daarop te reageren en om conflict aan te gaan. Want die situaties die zie ik dan allemaal gebeuren en snel als op een scherm zie ik ze voorbij komen en dan denk ik, dat gebeurt niet echt. En het zijn reflecties van mezelf die ik zie. Waarom zou ik daar eigenlijk reageren? Als er zo'n hele redenering aan te pas komt, is het een trucje. Ja. Dus dan kloppen de woorden wel, maar gebruiken we het om ertussen te zetten. Ja. Ik denk dan maar zelf van, goh, ga ik dan uit de situatie? En bekijk ik het allemaal en denk ik, oké, het gebeurt allemaal, maar ik kom niet in actie. Ik doe niks. Bevriezen, want het gaat mij niet aan, het is niet van mij. Ja. Dus het gebeurt allemaal eigenlijk, het passeert allemaal. Ja, dat is dus wel zo, maar als we die redenering dus ophangen, dan klopt er iets niet. De vis in de oceaan, die zegt niet, ik zwem in een oceaan en die is niet los van mij. Hij is gewoon niet los van de oceaan. Dus die gedachte die komt nooit op. Dus dit is de mind die probeert iets te doen. Dus er gebeurt heel veel. Confrontationele types die zullen Advaita of mijn uitspraken gebruiken om ruzie te maken. En mensen die conflicten vermijden zullen allerlei uitspraken gebruiken om dat te faciliteren. Beide hebben ongelijk. En als we eerlijk genoeg zijn, dan voelen we dat. En dan kunnen we het onderscheid maken, dus oordeelkundigheid of onderscheidingsvermogen is handig, van nu wordt werkelijk gezien, dit is niet van mij. En dan is er dus geen impuls om iets te zeggen. En nu is er eigenlijk wel een impuls om iets te zeggen, maar ik duw hem gewoon weg door een advaitisch verantwoord praatje. Ja, dat is het niet op dat moment. Maar dan achteraf, zeg maar, als ik dan herhaal, als ik terugkijk, die film. Ik heb niet gereageerd toen ik van, oké. Heb ik dat bewust gedaan op dat moment? Of kan het soms ook met de glimlach kijken van wat gebeurt er van hem? Ik denk dat het soms klopt en soms dus niet. En als het dus terugkomt, het filmpje, om nog eens te bekijken, betekent dat meestal dat er iets aan de hand is. Want anders is er geen reden om de vraag te stellen. Dus heel vaak is het zo van, zou het kunnen zijn dat er dit of dat? Nou, de vraag stellen geeft al aan dat er waarschijnlijk die frictie zit. Want anders komt die vraag niet op. Iets wat 100% klopt of 100% voorbij is, kun je niet over nadenken, want het is weg. En het is leuk om het te testen. Gewoon dat als er weer eens iets gebeurt en er is een geneigdheid niet te reageren, doe het eens wel. Zeg eens iets ongepasts. Of puurs, of rauw. Kijken wat er gebeurt. Dan kunnen we vrij snel zien dat als er een respons komt, als er heel veel tumult in ons losbreekt, dan heb je dik kans dat er een neiging is om conflicten te willen vermijden. Welkom. De stress of het verantwoordelijkheidsgevoel dat ik had, is dat volgende keer vanavond ook. Dan begin ik gewoon spontaan te helpen eigenlijk. En daarna zit ik op die stoel allerlei variabelen te denken van hoe het kan dat jij niet goed uit de speaker komt. En dan heb je ook iemand kritiek, zeg maar, en dan trek ik me heel erg aan. En in die momenten, want het is een patroon in mij dat steeds terugkomt, heb ik geen enkel idee meer hoe het moet. Voelen, hoe ik moet uitzoomen, inzoomen, hoe ik onderzoek moet doen. Dus alsof ik echt een beetje geretardeerd word hierboven. En dat ik het gewoon niet meer snap. Mm-hmm. Ja. Het zou fijn zijn om te beginnen als je dat niet zo erg zou vinden. Ja, dat zou ik wel fijn vinden, ja. Want je doet dat niet expres. Dus ons schuldig voelen kan alleen als we een andere optie zouden hebben.
Nou, die heb je blijkbaar niet op dat moment. Dus het jezelf schuld toekennen is overbodig wat mij betreft. Er is gewoon de constatering, als de druk te hoog wordt, en dat is bij de een dit en bij de ander dat, dan werkt het allemaal niet meer. Maar dat doe je niet expres, want als jij jezelf had bedacht, dan had je dit er niet in bedacht. Nee, precies. Dus ja. Het is jouw schuld niet. Verder, als het geluid goed genoeg is, is het mogelijk dat als Jan een video ervan maakt, dat je het gewoon rustig terug kan bekijken. Maar dat hangt van de geluidsman af. En ja. Ja, er zit al iets onder van me steeds niet goed genoeg voelen. Right. Dus dan wil ik beter zijn dan ik ben. Voilà. Even snappen. Ik zou ook graag beter zijn dan ik ben, maar ik heb mij niet gemaakt, dus hier moet ik het mee doen. Ja, ja, de reactiveringsmogen zal fijn zijn. Ja, precies. Daarom zeg ik het ook. We moeten in het algemeen, dat is een natuurwet, roeien met de riemen die we niet hebben. Dus wend er maar aan. Sorry? We moeten roeien met de riemen die we niet hebben, dus wend er maar aan. Ja, ja, dat is maar een ding inderdaad. Je zult altijd streven naar perfectie. Als je dat doet, dan kom je altijd bedrogen uit. Ja, je kunt streven naar, en dat proberen Niek en ik ook met dit soort dingen, het zo goed mogelijk en prettig mogelijk doen voor iedereen. Zo goed mogelijk. En daar zitten altijd grenzen aan. En er moet vaak geschakeld worden, weet je wel. Nou moeten we weer naar een ander klooster in september. Nou, dan moet Niek weer van alles gaan regelen. Je probeert dat zo goed mogelijk te doen. En that's it. En kan er dan kritiek op zijn? Ja. Er is maar één situatie waarin er weinig kritiek mogelijk is, en dat is als je niks doet. Dus zodra je een stap zet, kan het gecritiseerd worden. Ja, als jij sound design doet voor een band of whatever, het kan altijd beter. Precies dat. Ja, natuurlijk. Tenzij je Tony Visconti bent of whatever. Weet je wel, maar die begon ook maar gewoon aan knoppen te schuiven en dat groeide langzamerhand uit tot een vaardigheid. Ja. Dat is meestal, als we dingen lang doen, worden we daar beter in. Ja, wie meteen perfect wil zijn, die kan net zo goed ophouden meteen, want dat gaat niet gebeuren. Je gaat fouten maken, natuurlijk. Gelukkig de meeste bands ook. Dus, en nog gelukkiger. Ik hou erg van muziek, maar de meeste muziek is tamelijk overbodig. Dus, het leuke is dat we ook kunnen leren daarvan, van als we observeren, hoe meer druk ik op mezelf zet, hoe meer fouten ik ga maken. Want dat merk je net, van je kunt het niet meer horen. Nou, als ik me voorstel dat je in een zaal staat met je mixer enzovoorts, als de spanning toeneemt, dan hoor je het niet meer. En dan zegt er een ineens iets van, jongen, er zit geen 8K in, gek, weet je wel. En dan, oh ja, fuck, ik had die knop dicht staan of whatever. Maar als je gewoon daar bent, vanuit de volledige bereidheid om het werk te doen waar je voor ingehuurd bent, en er komt van wat er van komt, dan ben je veel relaxter. En gemekkerd zal het toch worden. Want als die bassist zijn avond niet heeft, dan gaat het aan jou liggen. Maar hij zoopt te veel wodka, jij niet. Denk ik. Dus het is jammer om onszelf zoveel druk op te leggen, om de lat te hoog te leggen. Ik heb dat vaker gezegd, de lat te hoog leggen is het recept voor mislukking. Leg de lat redelijk. Zo, van dit kan ik halen. Oké, dan doen we een tijd dit. Als dat dan standaard geworden is, dan doen we er 5% bij. Maar wie meteen hem op 100% die niemand gaat halen legt, zoek maar iets anders. Het gaat niet gebeuren. Ik geef natuurlijk de beste satsangs die er zijn, maar los daarvan. Ja, dat is ook een goeie zeg maar. Ja, en het is voor zover mogelijk. Ik zou niet weten hoe, maar theoretisch gezien zou het beter kunnen. Maar ik ben ook heel bescheiden, dus ja. Maar ik weet nog wel inderdaad, van als je dat gewoon vanuit een menselijk ding ziet,
heb dat ook vaker gezegd, de eerste paar keer dat satsang gebeurde, en ik wist niet eens dat dat zo heette, maar ik vond het heel belangrijk om dat 3,5 inzicht die ik had te delen. Er zat heel veel stress op, want ik wou het heel goed vertellen, want ik dacht dat het heel belangrijk was. En natuurlijk dacht ik ook dat ik belangrijk was. In de zin van als spreekbuis daarvan. Man, dat is niet leuk. Gaandeweg wijkt dat allemaal en het is, ja, dit is wat het is. En dan wordt daar maar iets van gevonden. En we donderen al die dingen op YouTube en dan wordt er iets van gevonden. Nou, een hoop doen dit, de anderen doen dat. Ja, dat is met alles wat je doet. So be it. Ja, dat is zo bier, dat ben ik niet. Dus. Nee, exact. En dat hoef je je dus niet te verwijten. En de enige manier om daar wel te komen is denk ik niet door maar te stoppen. Ik denk dat het jammer is, want volgens mij vind je het leuk om te doen. Ik vond het leuk om te doen, ja. Dat kan eigenlijk ook. Ik heb er geen zin meer in. Als dat echt zo is, prima. Ja. Maar onthoud dit mechanisme, weet je wel. En nogmaals, wat ik eerder al zei in een andere context, don't beat yourself up about it, want je hebt jou niet gemaakt. Ja, want stiekem koppel ik daar ook wel aan verlichting, dat soort, dat je bijna perfect moet zijn. Voordat die ervaring misschien binnen kan komen. Ja, en dat is dus niet zo. Als er iemand niet perfect was toen het toesloeg, dan was ik het wel. En ik zat nog in een clubje in die tijd die juist heel erg streefde naar het uitzuiveren van het systeem. En pas daarna kon het gebeuren. Nou, ik bewees het tegendeel. En die anderen zijn nog steeds aan het uitzuiveren. Eigenlijk weet ik het ook wel. En toch zit dan... Ja. Maar zo diep kan dus, als wij dus het gevoel hebben niet goed genoeg te zijn, dan wordt verlichting daar het tegendeel van. Daarom heb ik vaker geroepen, ga maar eens kijken, dat heb ik van Alexander gejat trouwens, van ga maar eens kijken wat je denkt dat verlichting is. Dan kunnen we meteen zien waar je issues liggen. Ja. Want die zullen altijd de omkering zijn van wat jij denkt dat verlichting is. Ja. But it's not. Verlichting is dus geen perfectie. Verlichting betekent alleen maar gewoon echtheid. En dat er geen neiging meer is, omdat er geen instantie meer bestaat die dat kan doen, tot enige vorm van zelfverbetering. Ja, ik weet het. Dat is het. Nou dan! Ja, dat is het bizarre. Dus, ik weet, dit is het gewoon, ja. Ja. Waar sta ik dan, zeg maar? Ja. Niks mis mee. Er zit gewoon een klein oordeeltje. Ja, het is aan ons om te onderzoeken, daar dus creatief mee te zijn, om te kijken hoe we dat kunnen toestaan zich te bevrijden. Want eigenlijk wil het eruit. Iedere keer dat het opkomt, wil het er eigenlijk uit. Ja, en dat merk ik wel. En daar vind ik het irritant dat ik dan daar zit en het niet kan onderzoeken. Dat ik gewoon niet, ja, dat weg is. Heb dan op zijn minst die helderheid om in te zien dat je het op dat moment niet kan onderzoeken. Ja, die had ik wel. Ja. Good, and relax. Ik kan het nu niet. Ja. Dat is de meest heldere constatering die je dan kan doen. Het gaat nu niet. Good. Nu ervaar ik dat het niet gaat. Bring it on. Nu ervaar ik dat ik helemaal in mijn kop ga zitten en stijf sta van de stress. Ja. Prima, bring it on. Ja. Dat is het meest intelligent. Want zo is dat op dat moment. Het gaat nu niet. Good. Ik zag het ook wel. En ergens voelde ik ook wel die acceptatie. Maar toch komt er weer iets. En dan, ja. Ja, en het moet dus ook niet aanvaard gaan zitten worden om het weg te krijgen. Gewoon aanvaarden dat het zo is. Ja. Ja, dat is het ook. Altijd eigenlijk. Yes. Ja. En precies op het moment dat die aanvaarding totaal is, begint het uit elkaar te lazen. Geen seconde eerder. Dus als ik het ga zitten accepteren om, forget about it. Ja. You're feeding the beast. Ja, dat is dan de neiging inderdaad. Bij mij in ieder geval. Ja, bij iedereen. Daar hebben we geleerd. Ja. Ja. En dan steeds soms, dan komt het weer en ik, oh ja. Yes. Hm. Oké. Okay. Good. Dankjewel. Thanks. Hey.
gedachtenstroom. Had je gezegd, ga eens kijken naar de gevoelens die daar dan onder zitten. Die gedachtes, als dat zeg maar begint, nadat het even stil is geweest, dan begint dat eigenlijk heel subtiel en heel vriendelijk. En dan voelt dat dus heel vertrouwd en veilig. En dan op een gegeven moment dan gaat het steeds verder en dan gaat het dus pijn doen. En dan wordt het steeds vervelender en dan voel je je steeds rotter. En dan begint de paniek toe te slaan. En het gekke is, als het daarna dan uit zichzelf weer stil wordt, dan is dat ook weer eng. Dus eigenlijk vind ik het gewoon alles onveilig. Ja. En als het dan stil is, dan heb ik het niet over mijn ervaring, maar gewoon een poosje geen gedachtes. Dan zit het toch op de achtergrond zitten te scannen, want het is er gewoon, het is niet weg. En dan, dat voelt als een soort van, alsof het gewoon gestraft wordt door negering. En als ik nu stil ben, of er zijn geen gedachtes, dan begint die ik, die begint zich vreselijk te voelen, want die wordt genegeerd. En die is bang voor de doodstraf gewoon. Die wil gezien worden. En net als ik vroeger dat ook wilde. Dus nu zit ik een soort van, als ik in de ego-mind zit, dan is het vreselijk. Maar als ik dus in de stilte zit, dan wordt het uiteindelijk dus ook ondraaglijk. Omdat het nee, hoor. Zich genegeerd voelt. Nee hoor, dat is toch maar eventjes. Blijf maar eens lang genoeg stil. Dan zie je dat het dat even kan proberen en op een gegeven moment valt het gewoon weg. Ja, als het stil blijft, dan komt er enorm veel angst in het lijf, voel ik. Blijf langer stil. Wat zeg jij? Blijf langer stil. Maar als die gedachten dan toch komen, dan blijf stil. Stil zijn, dat betekent niet dat er geen gedachten zijn, maar dat er geen enkele involvement is. Ja, dat dacht ik. Dat er dan geen gedachten zijn. Ja, we denken van alles. Maar als ik heel stil in mijn tuin zit, zonder emoties, zonder gedachten, vliegen er nog steeds vogels voorbij. Ja. Right. Doet er niet toe. Dat is stil zijn. Niet als er geen gedachten zijn. Dat kan ook. Ja, maar toen was die ook helemaal weg. Ja, dat zei ik al. Dus wees lang genoeg stil en het sterft allemaal af. Het zijn allemaal trucjes. Dus laat ze maar komen? Yes, niet mee bemoeien. Net als die vogels. Ik zit gewoon in mijn tuin. En ik bemoei me totaal niet met die vogels. Ik zie ze wel, als ik mijn ogen open heb, want ik kan ze ook dicht doen. Dan zie ik ze niet. Maar it's none of my business. Ik ben de stilte. Niet de aanwezigheid of afwezigheid van vogels. Of emoties. Of gedachten. It's irrelevant. En als je er pas na een paar gedachten achterkomt, dan ben je er al een klein stukje in meegezogen. Ja, dan keer je terug. En dan ga je dus niet van, oh jee, nou ben ik met een paar gedachten meegegaan, want dan is er weer een nieuw treintje. Ja. Dus gewoon een keer terug. Dus een deel van de practice is, zoals Nisargadatta dat uitdrukte, verblijf als ik ben. Nou, hij zei niet van ga tegen gedachten in, of probeer gedachten weg te krijgen, of probeer zonder emoties of met emoties te zijn. Hij zei verblijf als ik ben, of in ik ben. Dat was de opdracht. Wij maken er van alles en nog wat van. Het is een dodelijk eenvoudige opdracht eigenlijk. Hij is heel moeilijk ook. Ja. Maar op zich is die heel eenvoudig en we moeten niet de teaching van de meester, zou ik maar zeggen, gaan aanvullen en verbeteren. Ja, wat ik merk, als ik steeds terugkeer naar ik ben, dan komen steeds meer die gedachten en dat gaat zo
80 keer op een dag gaat dat heen en weer. En daar moet ik toch bij blijven. Yes, en niet de hele dag door, want dat is een beetje veel van het gooien. Maar het is misschien handig om er dus af en toe een periode voor te nemen. Het zou fijn zijn om een keer 5 minuten totaal te verzinken in ik ben. Anders lopen we namelijk het risico dat we dat de hele dag doen, maar niet intens genoeg. Ja. Dus dat is een rare vergelijking, maar je zou je kunnen voorstellen dat iemand wat spieren wil kweken. En dan kan hij natuurlijk een beetje zo met een gewichtje door de kamer lopen, zo de halve dag. Dat zal iets doen, maar hij kan ook gewoon een uur echt even flink werken. Dat doet waarschijnlijk meer. En op een gegeven moment, dan is de kracht gewoon aanwezig. Dan hoeft er geen oefening of onderzoek of verblijven in ik ben of whatever meer plaats te vinden. Maar we moeten een manier vinden om die neiging om mee te gaan en in te grijpen en te beïnvloeden, oftewel control, om die te doorbreken. Nou, het is misschien handiger om dat eerst eens 5 minuten te doen. Of 1 minuut, maybe. Punjaji riep heel vaak, wees nou eens stil, 5 seconden. Geef me 5 seconden, zei hij wel eens. Dat is kort, zou je denken. Maar 5 seconden, nergens op ingaan. Als we dat proberen, komen we erachter hoe verslaafd we zijn om constant overal met onze tangels aan te zitten. Daar is het ook voor. Dat heet zelfconfrontatie. Tot het zich omkeert en dan weet ik dat ik de stilte ben, dan maakt het geen zak meer uit. Verschijnselen komen wel op of niet op. Niets is meer van mij. Niet dat ik dat dan denk, maar dat is gewoon zo. Dus het is niet erg als dan een groot deel van de dag toch die ego maakt? Nee, natuurlijk niet, want het is zelfs zeer voor de hand liggend dat dat zo is. Dat is de training die we duizenden jaren gehad hebben. Denk en heb emoties, want dat is leven. Dat is basically de training. Wees een neuroot. Dat is goed. Dat is basically de training. Nou, wij proberen daar radicaal tegen in te gaan. Dat is geen kattenvis. Nee, want het voelt ook niet fijn in die ego mind. Nee, natuurlijk niet. En wat je dus doorkrijgt, is dat, hè, wat ik dus al zei, van ga kijken wat er onder die gedachten zit. Is dus onveiligheid, kortom, angst. Dat is alles. Want voordat het begint te worden tot een rustige gedachte en dan iets intenser en zoals je beschreef, daaronder zit die emotie al te rotzooien. Ja. Maar die is nog geen gedachte, het is nog niet concreet, maar het is al bezig met zijn pissing contest. To fuck it up. En, het vertrouwt de boel niet. En, verzint alle mogelijke uitvluchten en constant bezig zich te verzetten tegen hoe het is. Alles beter dan gewoon zijn. Ja, want als het dan eindelijk stil is, dan roept het wel een keertje van ja, straks zit je hier 20 jaar stil te zijn. Ja, ja, there you go. Dan zou ik zoiets hebben, nou, dat wil ik wel eens zien dan. Ja. Ik zet de stopwatch aan. Ja, precies. Eens kijken, 20 jaar. Mm-hmm. Dat lukte zelfs Romana niet. Nee. Ja, 6 jaar of 8 jaar zijn bek gehouden. Nou, stoer hoor. Hoi. Waar ik de laatste tijd meer last van heb, er gebeurt wat en ik schiet eigenlijk voor mijn idee eigenlijk heel snel terug in een soort kindbewustzijn. Ja, en iedereen die dat doet. Ja, dat is ook zo. Als jij het voor het zeggen had, gebeurde dit niet. Ik probeer iedere keer op een manier te vinden om er vanaf te komen. En, how's that working? Tot nu toe. Was. Als ik daarover lees op internet, dan komen er natuurlijk heel veel mensen die zeggen, dan moet je anders denken. Je moet ook niet lezen op internet. Nee. Dat is een beetje het stomste wat je kan doen. Lees een boek. Tegen? Lees een boek. Maar in boeken het staat niet hetzelfde als het echte boeken zijn. Ik heb nog een boek ook heel erg over van je kan denken en voelen wat je wil.
kletsboek. Worden de mooiste versie van jezelf en zo. Daar heb ik me de laatste jaren wel heel erg in verdiept. En goed zo. Op het moment dat je het leest, dan denk je, ja, zo zit het. Ja. En dan denk je na en dan zie je dat je een lolly hebt gekregen. Dan denk je even na en dan zie je dat je een lolly hebt gekregen. Ja. Dus als, die op is, is die op. Voilà. Dat is dus heel goed dat je al dat soort dingen doet, want dan kun je dat allemaal overboord flikkeren. Het zijn allemaal leugens. Dus dat is heel leerzaam. En waar je sowieso achter komt, als je oplet, is dat er vanaf proberen te komen dus niet werkt. Hoe het ook ingepakt wordt. Ja. Daarom zeg ik dus ook nooit dat je ergens vanaf moet proberen te komen, maar dat moet onderzoeken. Je moet het ontmoeten juist. Okay, dat is iets heel anders. Dus wat er gebeuren moet, is dat je naar dat onvolgroeide stukje toe moet. Je moet dat helemaal ervaren, niet proberen het weg te duwen of onder controle te krijgen. Het komt op, wat ik er straks al zei, omdat het zich bevrijden wil. En we staan dat niet toe. Want we doen de hele tijd dit. Ja, ik vang dat als ik erin ga, dat ik er dan in verdwijn. Ja, precies. Dat heet de angst om overweldigd te worden. Ja. Dat is een standaard conditionering, dat hebben we allemaal. Dus ook daarvoor, sorry, je bent niet bijzonder. Nee. Dat is gewoon standaard shit. Ja. En dat kan redelijk gemakkelijk verholpen worden door precies te gaan voelen wat we niet willen voelen. Door precies te gaan kijken waar we niet willen kijken. Zonder het weg te willen hebben of te willen veranderen. Gewoon zoals het is. En daarachter te komen wat het voor mij nodig heeft om uit mijn systeem te gaan. Ja. Want tot nog toe heb ik alleen maar, ben ik de controleur en de tiran geweest. Dit mag niet, dat mag niet. Oeh, als maar niet dit. De hele tijd weerstand. Of afleiding zoeken. Of nep oplossingen. Maar ja, of het verhaal erachter. Dus dat ik ga denken, oh, ik ben vroeger misschien niet verlaten. Ja, tuurlijk. En dan ga ik daar weer mee aan de haal. Yes. Nou, in een heel enkel geval, zoals we gezien hebben, is dat goed om dat één keer te zien. In de meeste gevallen, iedereen heeft op zijn 6e geen rode fiets gehad en is daarom gefrustreerd. Och, wel erg. Dus je gaat niet naar het verhaal achter dat gevoel, maar naar het gevoel zelf. Het gevoel zelf. Want daar heb je last van, niet van het verhaal. Nee. Klopt, ja. Maar je denkt dat je als het verhaal begrijpt dat gevoel dan weg. Ja, precies. Ja. Nou, dan weet je dus dat het daar en daardoor komt en dan wat. Ik snap het. Wij denken dat als we het begrijpen, dat we een intellectuele oplossing kunnen krijgen voor een emotioneel conflict. Ja. Dat gaat niet gebeuren. Maar in het gevoel gaan om het op te lossen? Nee. Nee. Het is een ontmoeting. Ja. Nou, wij ontmoeten elkaar nu ook, maar ik probeer jou niet op te lossen. Ja. Ik probeer te horen wat je zegt en daar een adequate respons op te geven. Dat is iets anders dan proberen jou uit de weg te ruimen. Ja. Toch? Ja. Dat zou heel makkelijk zijn, want ik heb een mes. Maar daar gaat het niet om. Het gaat om een ontmoeting. Om eindelijk eens een keer te gaan horen wat deze emotie van mij wil. Want tot nog toe ben je alleen bezig geweest met wat jij wil. Namelijk me goed voelen. Nou, dit werkt niet. En dat is dus niet erg, dat is geen verwijt. Maar zo komen we erachter, die strategie, die en die en die, die werken niet. Want anders was het zo langzamerhand al opgelost. Goed, wat heb ik nog niet gedaan? Het ontmoeten. En een keer gaan luisteren naar wat het van mij wil, in plaats van wat ik de hele tijd wil. Dat is een begin. Andere tips staan in dat EHBO-ding op mijn site. Kun je gratis printen. Leren voelen, dat is echt cruciaal. En dan leer je dus ook dat op het moment dat je contact maakt en je gaat het zitten voelen om het toch weg te krijgen, dan werkt het niet. Dat is zo fantastisch. Precies dat waar wij van af willen is onze leraar. Dat is geen probleem. Alles eigenlijk wat ik probeer to get rid of, is het goud waar ik iets ontdekken kan. Het zou zonde zijn zelfs als het wel zou kunnen. Dit laat me precies zien in dit geval waar ik me afhankelijk maak van de opinies van anderen. Waarin mijn verslaving aan goedkeuring zit. Dat gaat niet alleen over whatever, weet je wel. Dat is een heel cruciaal ding. Als dat eruit is, dan kun je gewoon zijn wat je bent. En dan zul je constateren dat er nog steeds sommige mensen blij met je zijn en anderen niet.
Zoals ook nu je probeert je best te doen om het mensen naar de zin te maken. Dan zijn er een paar blij met je en een paar niet. Dat is altijd zo namelijk. Dus ook die strategie van anderen het naar de zin maken helpt niet. Waarbij nog komt dat we op die manier de anderen leren dat we eigenlijk een voetveeg zijn. En dat voelt van binnen ook niet prettig, want dat weet je. Je weet wanneer je ja zegt terwijl je nee voelt. Dus oneigenlijk bent. Ik kom wel helpen, terwijl je eigenlijk helemaal geen zin hebt. Weet je wel? You know. Zeg maar. Yes. Ja. Dankjewel. Dankjewel. Wat ik de laatste tijd aan het onderzoeken ben, is de angst om buitengesloten te worden. Ik kwam er laatst achter dat eigenlijk dat is wat ik mijn hele leven eigenlijk doe. Ik heb bedacht ergens, als ik belangrijk ben, dan heb ik bestaansrecht. Right. En daar ben ik eigenlijk naar aan het kijken. Goed. Dan kan je vast één ding verklappen, de belangrijkste zijn gaat niet lukken, want er zijn 7,3 miljard mensen geloof ik. Dus hoe hoog we ook stijgen, op welke ladder dan ook. Ja, maar die blijft erin zitten. Dat ik denk, ja, ik moet belangrijk zijn. Dus, ja, maar, en wat is dat precies? Hoe ziet belangrijk zijn eruit? Dat ik aandacht krijg, dat ik bevestiging krijg. Ik zal je iets verklappen, dat heb ik al vaker gezegd, van op het moment dat je een beetje belangrijk bent, ik ben maar een klein beetje belangrijk, dan krijg je inderdaad aandacht en die bestaat uit twee componenten. Klap, klap, klap en vuile klootzak. Dus als we die niet ook kunnen hebben, kunnen we beter niet te belangrijk zijn. Want aandacht krijgen betekent ook kritiek krijgen, automatisch. En vaak hele slecht onderbouwde kritiek. Jammer, want anders kon je er nog iets mee. Het is ook zo schizofreen als ik dat kan. Ik wil natuurlijk het positieve, maar als ik dan daar ben, die aandacht krijg, dan ja, ik wil niet volop in het licht en niet genegeerd worden. Ja, mooi. Waarbij je het ook hebt altijd. Zeker. Maar het kan dus leuk zijn om een keer naar zo'n thema te kijken, ook denkend, van belangrijk zijn. Wat behelst dat allemaal? Het betekent ook dat als je belangrijk bent bijvoorbeeld, dat je meer moet doen dan iemand die minder belangrijk is. Je mot meer. Daar denken we nooit aan, want we willen inderdaad een halfje van wat we ons daar dan bij voorstellen, maar daar hangt altijd een hele hoop riffraf aan. Plus dan krijg je meer geld, net als ik. En ja, wat moet je dan daar weer mee? Het zijn allemaal problemen, man. Ja, dan op een gegeven moment stapel je dat tegen de muren. Ja, dan wordt het weer aangevreid door muizen en dan moet het weer weg en dan moet je zo'n sealapparaat kopen. Wat een gedoe. Ja. Iedereen die denkt dat hij iemand is, is een narcist. Dus. Er zijn er ongeveer 7,2 miljard 783.614, 15, 16, 17 van. Dus ik bedoel met iemand zijn. Yes, yes. Zodra je denkt iemand te zijn, ben je een narcist. Want kijk maar naar alle iemanden. En ook de heel veel dingen waar we het over hebben. De fascinatie met mijzelf is gigantisch. Mijn probleem, mijn angst, mijn... De hele tijd. Advaita probeert precies daar een eind aan te maken. Ik ben totaal oninteressant, dus ook wat ik voel, daar is de uitkomst eigenlijk. En ik vind dat heel prettig, because I don't care what ik voel. Vroeger wel. En dat moest iedereen dan ook weten. Ik vind dat heel prettig als ik daarin ga zitten, maar het maakt eigenlijk niet uit. Yes, exact. Uiteraard. En als ik ga proberen al mijn narcistische, egocentrische dingetjes te vervullen, daar heb ik geen tijd voor. Zelfs al had ik 1000 jaar, dan ging het niet lukken.
maar me verplaatsen buiten dat domein. Nou, dan wordt er gevoeld wat er gevoeld wordt. En dan wordt er gevonden wat er gevonden wordt en er gebeurt wat er gebeurt. Dan is het ook allemaal niet meer zo belangrijk. Yes! Ook al reageer je dan even... Ja, en dan kunnen anderen gaan roepen of je wel of niet belangrijk bent of whatever. Ja, dat zijn de ideeën van anderen, dat is oké. Of dat je dat leuk doet of juist niet of whatever. Ja, ja, het zal wel. Ja, dat voelt wel anders dan hoe ik met dat stuk daarin. Dan is het zo belangrijk en dat het eigenlijk alleen maar hier. Juist. En als we niet oppassen, dan verzint het systeem iedere keer weer een nieuw dingetje. Dan moet je daar weer mee bezighouden. En als we opletten, dan zien we gewoon dat we steeds eigenlijk vanuit die compleetheid weg verleid worden. Om weer toch op een persoonlijk level iets te gaan zitten verbeteren of whatever. Oh ja, dan moet dit aspect weer weg, want iemand riep iets. Of ik voel, ik ben dat wat voelt. Het doet er niet toe wat ik voel. Tenminste, dat is mijn beleving. Het maakt niet zoveel uit. Ja, dan is er irritatie en dan is er kalmte en dan is er rust en dan is er giechelen of... Ja, maar het is eigenlijk alleen een probleem als je denkt dat het een probleem is. Ja, of dat het dus anders zou moeten zijn dan het is. Het enige moment, en heb ik wel eens gezegd dat ik dat heb, is als ik me te lang tevreden voel, dan ga ik verlangen naar chagrijnigheid. Nou, dat is heel simpel. Dan zet ik even het nieuws aan. Hartstikke idee! 5 minuten van die eindeloze reeks onbelangrijkheden. En klik. Voor de contrastwerking. Ik kijk nooit nieuws, maar ik vond het leuk om te zeggen. Ja, dan moet je maar even naar te kijken, dan loopt het wel heel goed. Of je ziet hoe, alles, hoe leeg alles is. En hoe alles ook, dat is leuk als je daarnaar kijkt, de hele tijd even belangrijk is. Van een natuurramp naar een virusje, naar een auto-ongeluk, naar het Songfestival, naar allemaal met een komma ertussen. Het is allemaal ongeveer even belangrijk. En het is totaal onsamenhangend en het gaat allemaal nergens over. En niets ervan heeft ook maar enige impact op je dagelijkse bestaan. Zeker niet als je aanwezig bent. Het is echt... Wauw! Nou, dan lees ik liever een boek. Of zit ik gewoon soms, dom uit het raam te kijken. Ik voel me soms dat ik ook in het verhaal verdwijnen. Ja, daar is het ook voor. Constant erbij weg te zuigen. In de slecht onderbouwde opinies van de rest. Vind wat. Niet denk ergens echt over na of leer eens iets. Nee, vind wat. Jesus Christ, really. Terwijl dat de hele tijd gratis ter beschikking is. Een compleetheid en een helderheid en er hoeft niks bij en er kan niks af. Freedom. En dan ruilen we in voor die heisa. Wauw. Why? Behalve vanuit de notie van wat ik daar straks al zei, van dat de husseling van emoties, fysieke aandoeningen en ideeën, dat als dat aan het husselen is, dat we dat voor leven versluiten. Dan moet heisa zijn. Want als het stil is, wat we... En net al hoorde zeggen, op het moment dat je bij die stilte in de buurt begint te komen, dan... Stilte, leegte, oh my god. Werkelijke tevredenheid met een hoofd luidt als shit. Ik moet iets doen. Ik moet iets gebeuren. Er is al 3 weken niks gebeurd. Oh my god. Dit gaat fout. Ja, ik vind dat vaak als ik s'nachts, dan voel ik die stilte en dan... Ik voel het in mijn hoofd gaat het zo denken en mijn lichaam van kranten. Ja, wow. En zo werkt dat eigenlijk de hele tijd. Daarom vind ik het zo grappig van dat heel veel mensen zeggen of pretenderen ik wil zijn. Maar alles wat ze doen is juist daar vandaan bewegen. Dus ze liegen allemaal tegen. Dank je. Oh, fijn. Ik wens vader.
Maar ondertussen loop ik krom van de pijn. Mijn vraag is, is fysieke pijn ook iets wat je moet doorvoelen? Nee, niet moet, maar kan wel. Dus we kunnen daar naar kijken. En wat ik zelf gemerkt heb, is dat het mogelijk is om op zijn minst een flink percentage daarvan te helpen oplossen. Een ander voordeel is dat er een werkelijke aanvaarding kan komen van oké, dit doet nu eenmaal zeer. En dat dus de weerstand ertegen afneemt of gewoon wegvalt. Dus gewoon proberen. Wat vaak dus zo is, is van dat als er fysieke pijn is, en niemand vindt dat leuk, obviously, dat we ons er tegen gaan verzetten. En dan houden we het eigenlijk vast. En door erop te duwen, dan is het bijna net als je hebt een wond en dan ga je er ook nog op zitten duwen. Ja, dan wordt het niet prettiger van. Ja, ik merk dat ik gewoon verbaasd was dat ik me toch goed voel, ook al heb ik zo'n pijn. Ja, yes, nou, dat is dus wat je vaker al gemerkt hebt, wat ik die toestand van gelijktijdigheid noem. Die dus bij de volwassen modus hoort, er kan pijn zijn, maar het neemt niet het hele beeld in beslag. Zo kan er een emotie zijn, maar dat beneemt me niet het zicht. Het is gewoon een van de verschijnselen die er ook zijn. Ja, precies. Ja, good. Thank you very much. Tot morgen. Tot morgen.